Welkom bij de Straten van Amsterdam in de Rijnwaardstraat. We waren al begonnen, een beetje halverwege in Oost. En waar in Oost? Hier in Oost. Aan de Dappermarkt. We zijn hier met Nina de la Parra. Hallo. We gaan een echte... Trouwens, jij vroeg aan het begin, mag ik in de camera kijken? Ik zei nee, maar ik doe dat wel. Jij mag voor mij ook wel kijken hoor. Maar Nina de la Parra, voor mensen die je niet helemaal kennen. Comedian, theatermaker, ja. Ook regisseur, ja. Heb ik begrepen. En in de Surinaamse, we gaan een beetje een Surinaamse uitzending maken. Leuk. Want mensen zullen denken, oh leuk, maar ja. Je bent Surinaams. Ja, je kijkt naar mij en je denkt de grootste bakra ooit. Maar ik ben dus half Surinaams, 50%. Ja, ik ben officieel niet-westerse allochtoon. Niet zomaar, hè? Dochter van ja. Wim de la Parra. Pim de la Parra. Pim de la Parra. Een national treasure in Suriname. Zeker. Van, zeker weten. Ik denk oudere generatie sowieso. Misschien nog eentje daarna van film One People. Baanbrekend in die tijd. Het is de eerste Surinaamse speelfilm volgens mij. Ja, dat was gewoon echt de eerste echt grote, met een grote productie, tof script gemaakte film. Dat ging ook over raciale tegenstellingen, ongelijkheid en strijd hè, tussen Hindustanen en Creolen. En eigenlijk een prachtig verhaal over heimwee hebben naar een land wat je misschien ook niet zo goed kent. Zeker, tussen twee culturen zitten, in één land wonen, uit het andere land komen. Ik ken het. Heel veel mensen misschien niet. Jij kent het ook? Ik ken het ook, ja. We zijn vandaag hier in een soort van klein Suriname. Zeker, ja. Je wordt hier echt omringd door allerlei multiculturele Surinaamse toko's. Waar ik dus ongeveer de helft van mijn leven ook doorbreng. Dus daarom gaan we daar naartoe. Van oudsher heel veel Surinamers in de Oost ook. Hè? Ja, superveel. Ja, ja, ja. En je ziet het ook. Niet alleen hier, ook achter ons. Los van Catalina. Hallo Catalina. Zien we ook Toko Dolf. Maar waar gaan we? Wat, leg even uit. Jij kwam op een gegeven moment, we hebben jou benaderd. Jij zei op een gegeven moment, als we dat gaan doen, dan moeten we dit doen. Wat gaan we vandaag precies doen? Precies, we gaan gewoon even naar een paar van mijn favoriete Surinaamse toko's. En naar mijn favoriete poffertjeskraam, want ik ben natuurlijk ook Nederlands. We gaan even eerst naar Millie's. Dat is een Ghanese winkel hier. Omdat altijd als ik Surinaamse kip ga koken volgens het recept van mijn Surinaamse tante, dan ga ik eigenlijk het liefst naar dit soort Afrikaanse shops. Hier komen allemaal mensen vanuit alle landen uit Afrika komen naar Millie's. Zij is gewoon een echte... Ja, zij zijn gewoon echt gespecialiseerd. Oh, kijk, dit is Millie trouwens. Ja, kijk daar. We gaan naar binnen. Maar even één ding, hè. Eén ding. Want je zegt als ik Surinaams kook... Ja. Je kan ook Surinaams koken. Het is... Heel veel Surinamers zullen doorgaans, hè. Denken ze van Nederlands, je bent half Surinaams, maar denken ze van, ja. I know, ja, maar echt, serieus, elke Surinaamse vriend, collega, whatever, voor wie ik ooit heb gekookt in Nederland, die moest gewoon een soort dansje doen, zo, ah, mijn god. Omdat, eigenlijk hadden we dat moeten doen voor deze uitzending. Ik had eigenlijk moeten koken voor jullie. Want je kan nu zeggen wat je wil, maar... Hé, maar echt serieus, ik doe het echt met liefde en ik ga die kip die ik maak hier uitdelen op de Dappermarkt. Want echt, het is gewoon de orale traditie van mijn Surinaamse voorouders. Dus het is zeg maar... doorgegaan naar de generaties, de recepten voor de kip. Laat me Millie de winkel zien. Ja. Ga voor, jij kent de zaak. We beginnen altijd hier. Je hebt natuurlijk de verschillende soorten van bakabana. Ik maak altijd de zoete bakabana met pindasambal. Dan heb je hier super lekkere gedroogde vis in allerlei vormen. Hallo. Hoi, hoe gaat het? Hoi. Oké, je hebt de Madame Jeannette. Je hebt de super scherpe gember. Je hebt de oker, hier heb je de hele groentensectie. Dit is gewoon een Surinaamse winkel. Hè? Eigenlijk is het een Surinaamse... Ja, goed, maar ze hebben zeg maar bijvoorbeeld niet Indonesische Surinaamse dingen. Snap je? Ja, ja, ja. Dus inderdaad. Maar goed, ja, dit is inderdaad een hele Surinaamse... Dit is voor mensen die het zien. Kijk, je hebt zeg maar alle hier. Je hebt alle ketchups, je hebt hier allemaal kruiden. Je hebt hier alle vormen van dat vind ik ook geweldig, van pindasauzen en allerlei vormen van 100% peanut butter. Je hebt citroengras. Maar waar kom jij altijd hiervoor, los van die bakbanaan? Ik koop altijd deze peanut butter. Even kijken hoor. Je hebt zeg maar de 100% peanut butter. Deze. Die heet Biggie Mama. Die is super lekker. Ik koop hier ook gewoon mijn ketchup manis. Van het, ik ga heel even terwijl ik naar Millie loop. Sorry hoor. Ja, doe. Ik koop hier mijn gedroogde garnalen. Sorry hoor meneer. Eigenlijk alles. Kokosmelk. Millie, yeah? How are you doing? I'm doing all right. Just go on. Yeah, if you don't mind, I'll ask you just a few questions. Okay, 2 euros. Is it okay? 2 euros. It's okay? It's okay. Okay, thank you. Nina brought me here. And yeah? She told me we're going to a Ghanaian store.
Yeah. But I'm I ended up in a Surinamese store. It's not Suriname, it's mixed. It's tropic, yeah. Tropic is always mixed. Yeah, because... All different types. Because I have South Americans, yeah. And I have Ghanaians, and I have Surinams, and I have Latin Americans, everyone. And Uganda, last week I met a woman from Uganda. Yeah. But for me, it's just as the same as just stepping into a Surinamese store. No. It's not? No, this is for sure tropical not. Different. It's different. What's the difference? You don't smell it. Smell. What do you? They've got dry fish and all kind of stuff. So it's in the Suriname. You don't here. Look at this. Look, it's different. Then you smell it in the store. Yeah. That's the difference. When you enter, you feel like you are home. Amen. You feel like you're like home. Your home. Yeah. You feel at home here. Yeah. You feel at home. Yeah. For sure. Where? The smell. Where is home? Home is where you belong. Yeah. There is no place. Good at answer. Home. Good answer. Yeah. Voel je hier ook thuis? Oh yeah, absolutely. I really feel at home here. Yeah. It's everything. It's the smell. It's everything from. Yeah. She tells us she's a good cook. Can you vouch for her? I have not cooked for you. No, never, no. I have to bring. Right. I have to bring my chicken. The next step, I know. You sell the food. I always buy here. Yeah, she always buy the stuff here. Ik weet niet of dat mag. Dat is een mengformule of zo. Oh ja, klopt. Maar that's something for the next episode, I guess. Yeah. She'll bring over food and we'll taste it. I buy stuff, then I cook, and then and go and cook it. Yeah. Millie, thank you. You're welcome. Thanks a lot. You're welcome. Thank you. Thank you. Have a nice day, people. Dag mevrouw. Same to you. Hey, dat is een supergoed idee. Dat ga ik doen. Ik moet wel zeggen, ik ga toch advocaat van duif spelen. Ook die gedroogde vis vind ik ook in de Surinaamse winkel. Ja, maar er is iets met de... Nee, er is iets. Ik kan het ook niet uitleggen. Ik bedoel het allesbehalve slecht. Ik bedoel het juist goed. Het heeft iets rauwers. Er is iets, ja. Is zo heb ik het op te beschrijven. Je ruikt het. Het is ook gewoon... Oh, ik weet niet. Het nee, maar is ook als je op Kwaku loopt en je komt in die Afrikaanse stands, dan hangt iets anders in de lucht. Ja. Maar voordat we doorgaan, want we gaan één Hollandse uitstapje doen... Ja. Is er nog één, echt een soort, eigenlijk een landmark in Oost, die iedereen kent, Lalaruk, ja. Een afhalen restaurantje. Beste Hindoestaanse roti van de stad. Amazing. Supergoeie tent. En wat ik zo leuk vind is dat altijd als ik met vrienden bij de Lalaruk ga, dan ga ik vertellen van, hey, weet je wat de Lalaruk is? Zeggen ze, nee, geen idee. Zeg, het was het eerste schip wat vanuit India met de Indiërs, contractarbeiders naar Suriname is gegaan. En dat zijn eigenlijk de eerste groep Hindoestanen geweest. En daarom is het natuurlijk zo'n iconisch soort naam. En je hoort het wel vaak, Lalaruk, dingen heten wel zo. Maar ik vind het altijd leuk dat... ik vind het altijd wel opvallend dat heel veel mensen dat ook eigenlijk helemaal niet weten. Oh ja, Lalaruk, iets Hindoestaans. Maar het is gewoon... Het is de begin van de Hindoestaanse immigratie in Suriname. En als je Surinaams kookt, hè? Ja. Wat maak je echt alles? Van een zout tot een roti tot een weet ik veel wat? Nee, ik ben nog echt aan het oefenen in Hindoestaans. Dat is nog niet helemaal uitgebreid genoeg. Sorry. Ik ga een les komen Sorry. Bij mijn moeder. Ja, is goed. Ja, heel graag, heel graag. Maar wat ik echt heel erg goed kan, is een mix van Creools en... eigenlijk mijn familie zijn oorspronkelijk Sephardische Joden. Mm-hmm. En ik denk dat mijn tantes, dus mijn Surinaamse tantes die mij hebben leren koken, dat zij ook gewoon Joodse dingen erin hebben gezet. Maar het is gewoon, bijvoorbeeld mijn ketchup kip is gewoon mean ass, weet je. Het is gewoon een Laos, katoenbar, ketchup, allemaal verschillende vormen van kruiden, sambal met blok zetten. En het heeft gewoon een bepaald soort recept dat eigenlijk erg klassiek Surinaams is, maar ik zou toch wel willen zeggen meer een beetje Creools. En een beetje Afrikaans, dus oker, gedroogde garnalen, weet je? Wat hebben die Joden meegebracht qua keuken? Volgens mij pom. Mijn tante beweerde altijd iets over de pom. Ik dacht dat het echt Creools was. Ja, maar de Joden die zeggen dat, die pom is van ons. Mijn tante, die pom, we hebben die pom gezet. Dus ik weet niet, mijn tante die beweert altijd dat een soort van, dat er iets daar... Maar goed, weet je, kijk, net als, dat is natuurlijk het mooie van Surinaamse cultuur en waarom mensen ook al nooit begrijpen waarom ik Surinaams ben. Het is gewoon een mix van alles. Ook die keukens, weet je, je mixt dit, dan zit er daar weer een aardappel in, weet je. Dan zit er daar weer die plantain, die bananen en dan die hartige bananen, die zoete bananen, dat komt dan ook weer uit, daar heeft Millie er ook heel veel van, weet je, komt weer een beetje uit West-Afrika. Ja, en als een duvetje uit een doosje staan we nu niet meer op de tappenmarkt.
In de Javastraat. Dat is het. Nee, heel kort. Een kort uitzet. Dat doen we eigenlijk nooit bij de straten. Wil ik ook niet. Maar we doen het voor nu. Want jij hebt een... Je hebt een soort van mutant power. Ja, toch? Ik heb een soort van portal naar een magische wereld gevonden. Namelijk in Harry Potter heb je zo'n pub. En daar kunnen alleen maar de wizards en de witches, dus de magische mensen, kunnen die zien. En ik heb hier een Surinaamse toko. En geen enkele bakra of Nederlander die ik ooit spreek, die heeft ooit deze toko gezien. Dus het lijkt alsof ze kijken van deze winkel en dan gaan ze door naar de coffeeshop. Maar ze zien toko Manly Honey. Dus het kan ook zijn dat als de Hollanders kijken nu... They don't see it, dat ze daar nu iets anders zien. Zij zien dan de nieuwe koffietent ernaast. Ik weet niet, ja. Ze zien gewoon de koffieboutique of ik weet niet. Maar toko, Manliho. Manliho, dus het is een Chinees-Surinaamse toko. Ja. Maar waarom hier dan? Wat ja, we daarheen ik weet lopen? Niet. Het is gewoon een heel oprecht, super relaxed zaakje. Lekkere broodjes. Heel erg relaxed. Hallo. Hallo. Hi, kom even buurten. Kijk, hier is gewoon... Kijk, hallo mevrouw. Echt alles wat ik wil, weet je. Het is gewoon... Maar hier kom je ook vaak? Ja, joh. Alle vormen van... Ja, ik kom ze vaak. Echt, jongen. Ik kom zo vaak. Niet vaak genoeg. Niet vaak genoeg. Altijd als ik kom, zeggen ze zo lang niet gezien. Ik zeg, maar ik was 3 dagen geleden er nog, weet je. Maar kijk, je hebt zeg maar de Patrick's marinade, weet je. Je hebt alle vormen. Je hebt Helen. Je hebt gewoon alle ja, alles wat je wil in pindasambal, in andere sambal, in ketchup, in sojasaus. Maar dit is meer voor de Chinese, Javaanse dingen, toch? Als je gaat koken. Precies, maar ook gewoon, ik weet niet. Het is zeg maar, als je gewoon een bepaalde soort ketchupkip wil maken. En je hebt gewoon je kan gewoon tussen 28 soorten kiezen. Het is gewoon fantastisch. En broodjes. Broodjes, super lekkere broodjes. Ga ik het snel nu? We gaan zeker een broodje halen. Je kan hier ook, ik koop hier ook nog. Ik kan hier parbobier kopen en gewoon alle, weet je, groene Fernandes en alle dingen. Wat voor broodje koop je hier? Ja, wat ik ga kopen, wat ik meestal neem, is een broodje. Mag ik een broodje? Ketchup. Ik zou zeggen ketchup kip met kousenband. Dat is toch wel een beetje mijn favorite, weet je? Meneer, mag ik heel even hier van achter kijken? Echt lekker. Lever is ook lekker. Wil jij ook een broodje? Wel nou, doen? Ik ben zelf uitgeroepen expert van bakkajouw, broodje bakkajouw. Dus je gaat een broodje bakkajouw eten? Ik tsunami waar ik ben, ik heb een broodje bakkajouw. Joa? Heeft u zoutvlees? Ik heb ook zoutvlees. Oh, yeah, man. Daar maakt u Joa heel blij mee. En Catalina, wat wil je voor broodje? Wat voor broodje wil je? Ik doe maar kabeljauw. Bakkeljauw? Bakkeljauw. Je bent bij Surinamers, hè? Bakkeljauw. Het heet niet kabeljauw, het heet bakkeljauw. Maar okay, even dus één ding. 2 broodjes bakkeljauw, heel kort, want, eentje zoutvlees. We hebben beloofd niet te veel aan u te vragen, want u hebt het druk. Ja. Eén ding wat ik moet verifiëren, wat Nina zegt. Hollanders zien deze zaak niet. Ze lopen de straal voorbij. Komen er wel eens Hollanders hier? Er komen heel veel Hollanders hier. Ja. Mijn god, ik heb gewoon iets bedacht. Ja, ja. En wat kopen ze dan? Ook belegde broodjes of maaltijden. Hè? Zoals bami, nasi, chow mein hebben wij ook. Maar komen de Nederlanders ook daar? Gaan ze zelf ook wel eens koken? Ze gaan heel veel koken. Ja. Zeker weten. Ja. Echt? Nee, ja. Ik heb echt respect en ze houden gewoon van exotisch koken. Nieuw respect gekregen gewoon. Dus het kan allemaal, dankjewel. Hollanders koken graag. Hey, kom maar. Kom maar, iedereen mag binnenkomen. Kom binnen. Ik ga even opzij. Kijk, jouw collega ook, Suriname. Maar de haarproducten die worden natuurlijk minder gekocht door de... Ik bedoel, weet je? Ja, precies. Kijk, als je zeg maar mijn haar hebt. Ja, mijn familie in Suriname die had altijd een drogisterij. Dus ik herinner me gewoon heel erg al deze haarproducten altijd, weet je? Maar is dit niet allemaal van kroeshaar bijna? Ja, het is wel gewoon heel erg veel inderdaad. Bepaalde soort van olies en bepaalde dingen, weet je. Omdat je dan natuurlijk je haar gewoon heel erg... Ja, ik zie dat ook bij mijn Surinaamse vrienden die dan hun kindjes, weet je, hun haar moeten kammen. Het is echt een enorme toestand. Je moet superveel dingen... Mm-hmm. Terwijl we op de broodjes wachten, is het niet waar, hè? Niet alle Hollanders zijn dreuzels. Het klopt. Harry Potter dreuzels. Het klopt. Ik dacht echt gewoon, omdat ik gewoon zoveel Nederlanders heb gevraagd die hier wonen. Gewoon zo van, ken je Manly Honey? Huh? Nee. Ja, maar... Er zit toch niks tussen de boutique en de wasseretten. Maar er zijn dus toch een paar liefhebbers die blijkbaar hier komen en gewoon allemaal ketchup dingen kopen. Jullie zitten er ook heel lang toch hier al? Hoe lang zitten jullie hier al? Sinds vanmorgen. Nee, ik ben 7 jaar geleden een keer hier komen filmen ook. Dus hoe lang precies? Al bijna 18 jaar. Maar 18 jaar? Nou, voordat we hier binnenkwamen, zou je ook van, u heeft het echt zien veranderen hier. Ja,
Ja, ja, ja. Hoe dan? Ten goede toch? De straat ook helemaal opnieuw geasfalteerd. Wat dat betreft een hele gedachtewisseling voor de Javastraat. En daarnaast zijn er ook winkels die komen en gaan. Dus ik weet zelf ook niet welke winkels allemaal in deze straat... Maar dan zegt u wel wat, want winkels komen en gaan. Maar jullie na 18 jaar zijn er nog. Want hoe doe je dat dan? Maar erg vaste klandizie ook. Dankzij de klanten, denk ik. Ja, het is gewoon een hele vaste klandizie. Ja, ja, ja. Nou, wil je nou een broodje bakken? Zeker, dank je wel. Maar dit is voor jou niks nieuws, je kent het al, hè? Ja, bakkel, ja, maar ik heb een lekker... Nee. Je eet toch vaker de broodjes hier, of niet? Ja, ja, zeker, zeker. Ik ga gewoon. En? Ja? Ja, ik moet niet met volle mond praten. Maar het is ook heel slecht dat je vele, dat weet ik. Dan zal ik zo doen. Ik ben normaal gesproken ben ik heel erg fan van die droge bakkeljauw. Deze is wat natter, maar ik vind hem heel lekker. Zeker, zeker, zeker. Kip is ook heerlijk. Kip met kazeban. Kijk je uit, de microfoon is nu nog wit, hè? Hij moet wit blijven. Ja, ik kan niet eten zonder dat het overal gaat. Ik bedoel... Dank u wel. Ja, jullie ook. Jullie al fijne dag. Fijne dag. Dank u wel, hè. Tot ziens, tot de volgende 18 jaar. Tot morgen. Tot morgen. Doei, doei. Doei. En, trouwens. Ja? We moeten wel even, het is wel een switch dadelijk, hè, van bakkajou naar poffertjes. Oh ja, is goed. Want we moeten naar de poffertjeskraam. Even voor de mensen die de hele tijd nu naar jou zitten kijken. En het is allemaal heel leuk. Maar je werk, hè, wat je precies doet. Ja. Waar ben je op dit moment mee bezig? Op dit moment ben ik bezig met mijn eerste comedy tournee door het land. Die heet Godswegen. En dat gaat 29 september in première in Bellevue. Het gaat over mijn Surinaamse roots, onder andere. En over hoe het kan dat ik Surinaams ben met mijn huid. Het is wel echt een ding. Je bent er wel veel mee bezig, toch? Of niet? Heel erg, ja. Ik ben gewoon op het moment heel erg op een soort zoektocht naar ja, wie ben ik. Want ik ben ook echt deels daar opgegroeid als kind. Mijn vader woont er sinds ik 8 jaar ben. Je komt er ook vaak nog. Ik ben er elk jaar minstens 2 keer lange periodes. Ja, nou, dan, wat dat betreft ben je meer Suriname dan dat ik ben. Maar hoe vaak je gaat, ja. Maar even voor de media. Ik heb je nog nooit live gezien. Ik heb wat dingen opgezocht. Je hebt wel een mean vibrato, dat wel sowieso. Dus alleen daarvoor moeten jullie een dat een keertje. Vibrato. Kijk, ik heb wat bedacht. Hallo mevrouw. Als jij voorin blijft, ja, loop ik even naar Tom. Hey, Tom. Hoe is het? Goed hoor. Alles goed. Ik heb wat vrienden meegebracht. Gezellig. De poffertjesman. Yes. Ja, ik weet het niet. We moesten hierheen komen van hierna. Ja, maar het is logisch. Want weet je, het is een liefhebber van goed eten. En als je nou hier in Oost gaat kijken, ja, op zo'n klein stukje wat je allemaal kan vinden. Je hebt Roepram, die hebt de allerbeste roti. Oh, dat zei ze net over Lala Roek. Lala Roek heeft de beste roti, Amatom. Hey, meteen zitten we in een battle, man. Ik vind die van Roepram gewoon heel lekker. Ja. Maar, heel erg lekker. Maar, ik neem de lams, jij? Oké, nee, ik neem altijd kip. Ik heb de lams en die is bij Roepram is die echt lekker. Die maken de platen, want het heet een plaat, het is geen vel, maken ze ook lekker zelf. En die is niet zo taai. En ik ben wat ouder, dus ik wil niet van het harde. Maar zonder dat we reclame maken, alle andere roti overal is ook lekker. Maar Nina, we maken... we maken een uitzending over Surinaams eten. Nina neemt ons mee de debuut. En we komen in één keer bij een Hollandse poffertjeskraam terecht. Daar moet je even nog één keer uitleggen. Ja, nou ja, kijk. Ik ben 50% niet-westerse allochtoonse Surinamer. En 50% een Haags-Drentse Amsterdammer. Dus weet je, het zijn gewoon the best of both worlds. Ik vind deze poffertjes zo ongelooflijk lekker. En ik kom hier gewoon best wel vaak gewoon even een paar poffertjes achterover knallen. Hoe lang is dit al een ding, Tom? Hier? 5 jaar. Oh, dat is niet zo. 5 jaar? 5 jaar. En de rest was? Daarvoor ben ik altijd chef geweest in grote restaurants, bij cateringbedrijven en dat soort dingen. En op een gegeven ogenblik, dan heb je daar genoeg van. Weet je, dan is het niet meer je ding. En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat ik doe? Ik ga zoiets bouwen. Ik heb vrij lang op Curaçao gewoond. Uh-huh. En daar zie je heel veel van dit soort wagentjes. Truckypan noemen ze dat daar. Uh-huh. Met die leuke kleuren. En die heb ik toen besteld. En niemand kon hem bouwen. Want ze dachten allemaal dat ik niet goed bij mijn hoofd was. Krijg je ook poffertjes? Ja, moeten we ik even ondertussen even poffertjes. Draai verder vertellen. Zet die poffertjes. Draai verder vertellen. Er staan ook mensen in de rij namelijk. Die willen waarschijnlijk ik heb ook... niet meer. Ik heb niet meer, het is uitverkocht. Maar... Wat? Als een Amsterdamse. Nee, maar... Het is uitverkocht. Ik ben uitverkocht.
Het is klaar. Het is wel echt zweet hier, hè? Het is even een beetje... Nee, letterlijk. Het is heel warm hier achter. Ja, maar weet je, dat is toch helemaal niet erg? In de winter is het ook lekker warm. En nu is het iets warmer, weet je. Maar het is nou helemaal zo. Dat hoort erbij in de keuken. Komen er ook veel... Want in de Oosten wonen heel veel Surinamers. Komen er ook Surinamers veel poppetjes eten? Ik heb 2 jaar geleden heb ik een vlog gehad van Lexus. Die, echt ja. En sinds die tijd heb ik enorm veel Surinamers. Dat zijn vaste klanten geworden. Maar ik heb veel Marokkaanse mensen. Ik heb veel Turkse mensen. Je ziet, wat je heel veel ziet is dat Surinamers heel veel dingen mixen, hè, met andere culturen. Je hebt nu barra met shawarma erin en zo. Surinaamse poffertjes, dat nee, iedereen? Nee, absoluut niet. Rotti poffertjes? Nee. Poffertje met kip? Nee. Een poffertje, is Hollands en die blijft Hollands. Klaar, die hou ik zo. Daar ga ik niks aan veranderen. Als je hem straks geproefd hebt, je mag, mag iedereen van je proeven? Tuurlijk mag je dat. Eentje? Poffertjes met tropische kokos? Absoluut niet. Dat is een goed idee eigenlijk, nee, met kokos. Het is geen goed idee. Oké. Ik hou het gewoon lekker bij de Hollandse poffertjes. Kijk, en als je kijkt, ik bak op iets lagere temperatuur. Daarom worden ze mooi bruin. Ja, ik moet wel echt zeggen dat ik echt de kunst van het poffertjes bakken, ik weet niet. Er zit een soort beauty hier aan. En ook als je met Tom daarover praat, dan kan je ook wel ruzie krijgen hoor. Als je er iets in ondermijnt of iets zegt van ja, maar je bent gewoon nu poffertjes aan het bakken, dat is heel makkelijk. Of een rotti of dan poffertjes, je kan altijd ruzie met Tom. Altijd ruzie met Anton. Luister, ik ben een Amsterdammer, dus je kan altijd ruzie met me krijgen. In dat opzicht. Het is nog erger, ik ben een Jordanees. Oh, ja. Wij zijn net mussen. We maken een heleboel herrie, vliegen achter elkaar aan. Maar eigenlijk stelt het niet ik veel ben ook voor. In de Jordaan geboren, hè? Dus is dat ik ben zo? Een halve Jordanees, halve Surinamer. Dat is gewoon best een boze ja, maar world, luister, vorige keer vroeg ik welke kant aan de onderkant. Ja, en toen zei ik mijn bil. Omdat mijn tante dat vroeger altijd zei. Zei, alles heb je genomen van je bakramoeder. Draai je om. Je weet dat Johan nu niet anders kan, hè? Wil je mijn bil? Zet mijn bil. Bam! Ja, die zit erin. Welke bakra heeft deze bil, jongen? Nee, maar serieus, dat is dus waar mijn Surinaamse roots zitten. Volgens mijn familie. Hier in het hoekje, was het waar? Is het waar? Het is zo. Ik heb het gedaan. Ja, maar er moet bewijsmateriaal worden geleverd altijd, weet je? Ja, maar je ziet er geweldig uit, schat. Dankjewel. Echt waar. Je past ook echt bij mijn poffertjes. Dat is echt, als je dat zo samen ziet. Hoezo past ik bij de poffertjes? Hoe dan? Heerlijk. Lekkere poffertjes. Oké, breng ze. Breng Tom, eet 1, 2 bij en dan lopen we door, hè? Oké. Ja? Er is een speciale manier, die zal ik jullie straks gaan uitleggen. Als je nu uitstapt... Kom je naar beneden dan? Nee, ik kom niet naar beneden. Jullie gaan naar beneden. Ik ga ze lekker serveren. Dan kan je niks meer zeggen nu, hè? Want dan hoort niemand je. Volgens mij weet ik wat Anton gaat zeggen. Hij gaat iets zeggen over... je moet hem omdraaien, toch? Dat is het, ja. Je moet ze omdraaien. Dus hij doet er boter om en dan moet je het omdraaien. Alle poffertjes even omdraaien. Dan blijft de suiker eraan plakken, krijg je niks op je mooie kleding. Ik wist niet dat er een hele... Ja, er is een hele methode, jongen. Het is gewoon een systeempje. Het is gewoon een... Het is eigenlijk heel ouderwets. Mag ik hem al draaien? Ja, schat. Ja, dat dus moet juist, want ze zijn nu dus warm. Je draait ze. Dit is gewoon fantastisch. Dus je draait ze allemaal om. Oh my god. Oh, dit is zo lekker. Oh my god. Oh yeah. Ik word gek. Ik word wild. Yee. En nu is het aanvallen. Heb je ook een vorkje voor hem? Mm. Yes. Oh, zo lekker. Oh my god. Amazing. Heerlijk, man. Waarvoor doe je liefde? We zijn van AT5, meneer. Oh, dan mag ik vanavond opkomen. Ik ga kijken hoe Amoerat. Wilt u een poffertje hebben? Ja, dat moet ik. We hebben een varkje van meneer. Ja, opie, deze is goed. Ja, want we kunnen het er toch niet allemaal opbouwen. Iedere deur. Tom, het is heerlijk. Goed zo. Dank u wel. Dacht je dat ik wat anders verwacht had? Lieverd, ik denk dat jullie nog heel veel mooie dingen hier in Amsterdam-Oost kunnen filmen. Ja, we gaan dat is een echt de lekkerste dingen kun je hier vinden. Heerlijk. Tom, dank je wel. Dank je wel, Anton. Tot de volgende keer misschien. Tot snel, hè. Ja. Lieve, geef eventjes de cameraman er ook een. Die heeft nou niks. Wil je? Nina, vond je het leuk om te doen? Ja? Ja? Als je zelf ik vind ook, het goed om poffertjes te eten. Met de... Nee, de uitzending bedoel ik natuurlijk. Als je zelf ook met de witte microfoon rond wil lopen, jouw straat, plein of steeg of waar je ook woont, mail even naar straat@aat5.nl en dan loop jij met de witte microfoon langs. Nina, dankjewel. En vanaf de, wat is het, hè? Dappermarkt, de Rijnwaardstraat, zeg ik, dit was de straat. Tot de volgende keer.